Het wijkpaleis is ontstaan vanuit Singeldingen. Dat is een plekje buiten. En steeds vaker kregen we de vraag van, zouden jullie niet binnen wat willen maken? En dat heeft geleid tot uiteindelijk na veel zoeken en praten met mensen in de wijk. Tot het wijkpaleis de plek om het te maken. Nou, de eerste reactie die mensen vaak geven is dat ze de plek heel leuk vinden en aangenaam. Maar wat je daarna ziet gebeuren is dat mensen ook wel voelen dat ze hier iets kunnen. Dat ze een soort ruimte hebben om zelf dingen te gaan doen. Ik vind het gaaf dat er een plek is die van de wijk is en waar iedereen welkom is. En vooral vind ik het ook heel gaaf dat het gaat over maken. Dat je weer zelf iets kan gaan scheppen. Dat je dingen kan leren door mee te kijken met makers zoals architecten en textielkunstenaars. En mensen die weer eten fermenteren of andere conserveringstechnieken beheersen. Dus het is echt een soort van hub van talenten die dan beschikbaar komen voor wat mij betreft vooral eerst voor de kinderen, maar eigenlijk voor iedereen in de wijk. Aan de ene kant is het heel erg gerelateerd aan mijn werk, omdat ik architect-aannemer ben, dus het maken is sowieso een essentieel onderdeel gewoon van mijn dagelijkse leven als beroep. En daarna is het meer ook de kant van wat kan je betekenen voor de maatschappij. Dus het is fantastisch. Dit is eigenlijk onze eerste echte soort officiële dag weer dat we gaan beginnen. En we gaan werken met kinderen aan een droommaquette. Waarin we gaan kijken hoe zij de wijk gebruiken. Maar ook kijken wat zij zouden willen hier in de wijk. En wat hun dromen zijn en wensen over de wijk. Ja, andere dingen die gebeuren, dat is bijvoorbeeld dat er vanmiddag een hele grote groep Zuid-Amerikaanse vrouwen die hier altijd komen om ook weer even met elkaar Spaans spreken, maar hun kinderen ook met name ook Spaans te laten spreken. En die zijn hier lekker aan het spelen. Nou ja, Fatma die gaat gewoon lekker koken om vanavond de aanschuifmaaltijd klaar te hebben. Weet je wat het leuke ook is? Er komen gezinnen hier. En dat is zo fijn. De sfeer is hier altijd leuk. Het is ook een prachtig om te werken. Een plek om te maken. En we maken pannenkoek. Mensen zijn heel enthousiast. Als ze hier komen, dan voelen ze gewoon de sfeer hier. En iedereen komt hier ook. Dit was een pettenfabriek. Zo is het gebouwd. Dus het maken, dat zit er ook in. En het ontmoeten, toen het een wijkontmoetingscentrum is geworden, zit er ook heel erg in. En heel veel mensen hebben dat ook nog in hun geheugen zitten. De gemeente heeft besloten dat ze het willen verkopen. En wat wij proberen is om te zorgen dat een deel in ieder geval als plek van de wijk behouden blijft. Tijdelijkheid is een kans, maar je merkt ook wel, er zit iets dubbels in tijdelijkheid. Namelijk, je steekt ergens heel veel energie in. En wij hebben deze plek ook zo ontwikkeld dat we die tijdelijkheid gebruiken doordat we het zo maken en met de mensen maken dat het dingen zijn die we ook mee kunnen nemen. En dat is aan de ene kant heel fysiek over de plek zelf en aan de andere kant natuurlijk over het woord community dat je met elkaar opbouwt. Die kan je natuurlijk ook weer meenemen. Het mag gewoon nooit af. Het mag nooit af zijn, want op het moment dat het af is, misschien zijn we dan wel niet meer wijkpaleis de plek om het te maken.